Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, BINI, heeft gisteravond een openbare presentatie gehouden over haar beleidsmonitoringsrapport. Net voor de verkiezingen van mei 2015 hebben zij hun beleidsprioriteiten gepresenteerd in een document getiteld Voor onze toekomst. In het rapport heeft BINI zich gebogen over een aantal thema's van deze regering vanaf het aantreden in augustus 2015 tot december 2016. Hiermee wil BINI een aanzet geven tot een traditie van transparantie en rekenschap, zegt Sharda Ganga, voorzitter van BINI. Ze willen alleen maar zeggen, er is geen duidelijke lijn in activiteiten, ook niet als het gaat over kinderen. Er is een integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten. Een van de weinige integrale beleidsplannen. Weet je, van de presidentiële werkgroep voor kinderen en adolescenten. Dat is zo'n slechte naam. Die heeft behoorlijk wat tijd. Wat zeg jij erin, Harry? Die heeft er wat tijd in gestart. Met een integraal beleidsplan, wat eigenlijk dus het beleid, de blauwdruk zou moeten zijn waarop het beleid van elk ministerie dat met kinderen te maken heeft, zou daarin moeten voortvloeien. Ganga zegt dat er geen totaalbeeld is van de uitvoering van alle regeringsprogramma's. De thema's die BINI heeft gevolgd zijn kinderrechten, vrouwenrechten en gendergelijkheid en rechten van inheemse en tribale volken. Dit zijn enkele van de thema's die de regering heeft opgenomen in het ontwikkelingsplan 2012-2016, zegt Ganga. Er is nog steeds geen oplossing voor het gebrek aan erkenning van grondrechten, maar de president heeft in de DNA gezegd, in augustus 2017 is dat opgelost. We zijn nu in juni 2017. En ik weet nog, Annette 2011, nieuwe regering, veel tamtam, grondrechten, en toen was er een conferentie in Coca-Cola. Want iedereen die ooit heeft gewerkt met dialoog, weet je, iedereen die iets weet van mensenrechten of whatever, weet dat dat niet is zoals je het doet. En dan ben je weer 3 jaar verder en nu zijn we weer 4, 5 jaar verder. We zijn in juni, maar het is opgelost in augustus. Maar wat is er intussen gebeurd? De inheemse organisaties en de Marok-organisaties zijn van niets op de hoogte. Tot zover Sharda Ganga, voorzitter van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, BINI. Zij heeft gisteravond een presentatie gehouden over het beleidsmonitoringsrapport in het Courtyard bij Marriott Hotel.